Feyenoord staat in de kwartfinale van de Europa League en dat moet een boost geven. En hier volgt de preview van speelronde 26. Nog 9 wedstrijden te gaan. En Feyenoord reist af naar Amsterdam. Het is de nummer 2 tegen de nummer 1. Het heeft verder weinig inleiding nodig, want het is Ajax-Feyenoord. Twee ploegen die bezig zijn aan een sterke reeks. Feyenoord is 18 duels op rij ongeslagen en Ajax 13. Ajax won er 7 op rij en Feyenoord 5. En we gaan het niet mooier maken dan het is. De laatste keer dat Feyenoord in Amsterdam won, had deze NPC voiceover nog geen haar op zijn kin. Waren de samenvattingen in de avond op Talpa te zien, was Santiago Jiménez pas 4 jaar oud. Toen was er nog geen smartphone met TikTok, maar werd je bestookt met de ringtone van de Crazy Frog. Maar soms konden we juichen. Cabral. En van dichtbij. Wie schiet er nou eens in? Nou, binnenkant paal. Scoort Feyenoord dan eindelijk. Is het de Vrij? Het is in ieder geval bevrijdend. En terecht. Kalou. Opgelapt. Had een liesblessure. Hij is wel speelklaar gekregen door de medische staf en zijn baas op Connolly. Gaat tot een treffer leiden voor Feyenoord. De Ier. Het is Pauwen. Die zijn achter de bal. Van verder op deze vrije schop doen. Dan gaat het Pauwen. Gaat uithalen. Gaat schieten. Ja! Dit is geen goal meer. Dit is een orgasme. En ook Arne Slot weet wat het is om te scoren in Amsterdam. Stam. Slot van dichtbij. Het is 5-2. Het frustrerende is dat we in die lange reeks waarin we niet in Amsterdam wonnen, wel vaak op voorsprong kwamen. Vilena. Vilena. Ja, of maak het zo af. Dat kan natuurlijk ook. Het is 1-0 voor Feyenoord. Pelle. Ajax dat kwetsbaar bleek vorige week. En nu ook. Want Pelle scoort. Pelle scoort in de 6e minuut. Neemt Feyenoord een 1-0 voorsprong in de Amsterdam Arena. Toornstra. Vilena, eerste schietkans voor Feyenoord wellicht. Toornstra. Die heeft hem voor zijn linker en die gaat erin. Dat is 0-1. Jens Toornstra. Een Sinisterra. Nelson in het midden. Til komt die in balbezit. Dan wordt het een hele grote kans voor Feyenoord om de score te openen. En dan is het in de rebound alsnog Sinisterra die voor de voorsprong van Feyenoord zorgt in de 8e minuut. Het is sowieso een affiche vol frustrerende momenten. Toornstra legt hem bij de tweede paal. Daar is het doelpunt. Nee. Daar is hij niet! Maar dit Feyenoord kan tegen een stootje. Want als er iets is dat Feyenoord dit jaar aantoont, dan is het veerkracht en dat het tegenslagen te boven komt. Feyenoord veroverde dit seizoen al 21 punten na een achterstand. Het meest van alle ploegen. En Feyenoord houdt het vol tot het einde. Even nog de resultaten. Sinds het bestaan van beide clubs zijn er 200 klassiekers geweest. Maar sinds de invoering van de Eredivisie is deze wedstrijd 66 keer in Amsterdam gespeeld. En zoals bekend het merendeel door Ajax gewonnen. 11 keer won Feyenoord en 16 keer werd het een gelijkspel. Tijd voor mooie statistieken. Feyenoord was trefzeker in zijn laatste 22 uitduels in de Eredivisie. Sinds die 0-0 bij FC Twente op 28 november 2021. Wanneer Feyenoord scoort in Amsterdam, is het een evenaring van het clubrecord. 23 keer op rij in de periode september 1992-november 1993. En Geert Truida maakt zich op voor zijn 100ste wedstrijd in Feyenoord 1. Waar je ook mag zijn, beleef deze wedstrijd op ESPN 2. Wanneer Danny Makkely om 2:30 op zijn fluit riedelt voor het begin van Ajax Feyenoord. En overal waar je gaat, gaan de Feyenoord socials met je mee. Kameraden, op naar een mooie klassieker en een fijne wedstrijd.